Wow, pittig. Holy moly. Hey, hoi. Leuk dat je kijkt. Het is weer tijd voor een nieuwe action video met mij, Marloes. Ik ga vandaag action producten proeven. Geblinddoekt wel te verstaan. Echt super spannend. Dus ben jij benieuwd wat ik voorgeschoteld krijg? Pak er wat lekkers bij en dan gaan we samen al snackend deze video door. Ik ben benieuwd. En ik heb eigenlijk ook stiekem wel trek, dus ik hoop dat ik lekkere dingen voorgeschoteld krijg. Oké, dit is in ieder geval iets zoets, denk ik. Daar ben ik dol op. Ik ben altijd te porren voor iets zoets. M&M koekjes of zo. Het zijn volgens mij koekjes. Ik ga het openmaken. Ik vind dit echt heel leuk. Ik heb echt heel veel plezier. Ik hoop dat het ook leuk is om te zien. Oké, daar gaan we. Oh, ik zat met mijn vinger in iets smoetsigs. Wat is dit? Oh, dit ruikt heel lekker. Dit is pindakaas. Pinda. Je geeft me toch geen vogelgevoel, hoop ik, hè? Nee, dit ruikt heel lekker. Naar van die peanut butter cups. Ik ga het proeven. Ik zit hier lekker te genieten. Ja, Reese's peanut butter cups. Zo, ik ben helemaal gedesoriënteerd. Ik vind dit dus een van de aanraders als je bij Action gaat shoppen voor iets lekkers. Oké, laat de volgende maar komen. Oké. Oeh. Oh, ik hoop niet dat het zo'n vieze energy drink is, want dat vind ik dus echt heel smerig. Ik denk... Ik vrees vooral dat dit Arizona een iced tea of zo is. Ik ga eerst ruiken en dan een slokje nemen. Even kijken hoe dit überhaupt open moet. Oké, het is in ieder geval iets met prik. Kijken waar het gat zit voordat ik mezelf helemaal ondergiet. Oh, het is niet iets met prik. Hè? Wat is dit? Ja, ik zou wel zeggen, het is iets iced tea-achtigs. Met persik of zo? Ja, ik ga voor Arizona of iced tea persik. Iets dergelijks. Het is echt verre van persik. Het is watermeloen, maar ik heb wel een paar punten, toch? Want het is Arizona. Ik vind deze blikjes er altijd mega leuk uitzien. Ik dacht dus dat ik dit heel smerig vond. Maar eigenlijk is dit dus stiekem best wel lekker. Oh. Het is iets wat... Oh, het is iets in een zakje. Oké. Ik zou zeggen kruidnoten, maar die tijd zijn er wel een beetje voorbij nu. Wat is dit? Bolnootjes misschien. Een lekker hartige snack. Daar heb ik wel zin in. Even ruiken. Ja, het is hartig. Lijkt net alsof het met voorbedachte raden is. Ik ben hier dus stiekem best wel goed in, blijkt. Kan je dat zo over jezelf zeggen? Ja, dit zijn bolnootjes. Ja, wat zal ik je zeggen? Waar ruikt het naar? Het zijn in ieder geval pinda's met een korstje. Dus zo'n knapperig omhulseltje. Denk ik. Wow, pittig! Holy moly. Dit zijn wasabi pinda's. Of iets in die richting. Wat een goed product dit. Wat is het? Wasabi pinda's! Wow, ik heb deze dus nog nooit geproefd. Echt heel leuk. En ze zijn echt heel spicy en ze smaken echt perfect naar wasabi. Dus als je dol bent op wasabi, of het is lekker bij sushi denk ik dit. Of als voorgerecht of zo. Ik heb al heel wat verrassingen achter de kiezer, dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen. Oh, dit is een kleinere verpakking. Ik durf dus bijna niet meer te zeggen voor het geval ik het weer goed raad. Want dan denkt iedereen dat het dus doorgestoken kaart is. Maar ik heb echt geen flauw idee. En ik zie ook echt geen steek. Maar ik denk, en dan zul je zien dat ik het nu volledig mis heb. Maar ik zou het heel leuk vinden als dit beef jerky is. Maar misschien lacht iedereen zich nu helemaal een bult. En is het niks van dat. Oké, eerst ruiken.
Wat is dit? Dit is geen beef jerky. Dit is iets fruitachtigs of zo, denk ik. Oh, gevriesdroogde of gedroogde mango. Nee, wat is dit? Taai is het vooral. ik hou het op iets tropisch, dus iets van mango of zo. Ik ga kijken. Wow! Gedroogde mango. Ja, het is gewoon een hele rare... Zo, ik moet even acclimatiseren weer. Het is een hele rare sensatie als je dit niet verwacht. En je koudt hierop. Maar dit is eigenlijk best wel een lekker snackie voor tussendoor. En ik denk ook eigenlijk best wel gezond. Mango stukjes gedroogd. Zonder toegevoegde suikers. Ik hoop dat er geen noten tussen mijn tanden zitten. Mm-hmm. Oké. Okay. Oh. Huh? Is dit beef jerky? Dat zou ik echt... ik heb nu al een slappe lach. Dat zou ik echt heel leuk vinden als dit beef jerky is. Oké. Okay. Bingo. Yes. Dit is zeker weten beef jerky. Dat is dus Dat is dus gedroogd vlees. Ik kan er hele mooie verhalen over houden, maar ik weet niet precies wat het is. Behalve dat het dus gedroogd vlees is en gewoon meegenomen kan worden als snackie. Lekker. Ik vind het heel geinig. Beef jerky original. Je moet hier wel van houden. En het is natuurlijk geen snackie voor de vegetariërs. Maar wel echt een tip om eens te proberen. Het is niet iets wat veel mensen denk ik zomaar in hun karretje gooien. Maar het is echt heel erg smakelijk. Nou jongens, dat waren ze. Ik ben heel benieuwd welke jij heel graag zou willen proeven. Wat mij betreft zijn de aanraders... Nou, ik zou zeggen alles eigenlijk. Ik vind het allemaal heel erg lekker of het proberen waard, sowieso. Laat me weten hieronder wat je favoriet is of wat je mij aanraadt om nog een keertje zelf te proberen. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren, is volledig gratis en dan ben je helemaal op de hoogte van onze allernieuwste video's. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Ik sowieso. En dan zie ik je dan. Doei!